het is zo'n gedoe soms met backing vocals. Het is heel moeilijk om ze te prikkelen of te motiveren. Oké, Pamela, welkom. Hoi. Ik las dat je een paar weken geleden zijn een paar backing vocalisten opgestapt. Ja. Is het helemaal goed gekomen inmiddels? Ja, ik heb er nu in totaal 6. Dus ik heb nog best wel heel snel het een en ander kunnen fixen. Ik dacht je ging zeggen 6 versleten, maar... Nee, dat zou ook nog best wel kunnen hoor. Maar nee, ik heb nu gewoon 6 personen die ik goed inwerk. Gedeelte is al goed ingewerkt natuurlijk voor vanavond voor de show. 2 april. Ik weet niet of ik het erbij moet zeggen, maar ik zeg het maar gewoon. Maar het is zo'n gedoe soms met backing vocals. Het is heel moeilijk om ze te prikkelen of te motiveren. Bijvoorbeeld, ja, wij zijn dan... Dus we beginnen nu een beetje te lopen, maar daarvoor was het nog allemaal zo van try-outs en dat soort dingen. En bij sommige optredens krijg je geen geld en dat vinden sommige backings ook niet cool. En ja, als je op een gegeven moment niet op dezelfde lijn met elkaar zit, dan kan je net zo goed gewoon stoppen. Ja, dat is dus ook het probleem met die... Ja, met sommigen wel. En anderen hadden het weer te druk en die zaten ook nog bij andere bandjes. Dus ik heb er gewoon heel erg respect voor. En ik werk toch het liefst met mensen om me heen die er ook echt voor gaan en die ook echt geloven in het product. Dus wat dat betreft heb ik nu wel... Aan kunnen schaffen. En vanavond dus de show, eindelijk. Ja. Er kan nogal een hoop misgaan tijdens de optreden, las ik op je blog. Dat klopt. Kun je eens wat vertellen over de keer dat je niet mocht soundchecken? Waarom was dat? Dat was vreselijk. Het was voor een optreden. We waren gewoon op tijd, maar blijkbaar liepen zij niet goed of zo qua planning. En toen zeiden ze, ja, en als je oploopt moet je gelijk beginnen. Dus ik liep op en mijn band begon en we hadden niet eens een microfoon. Toen kregen we een microfoon en toen deed mijn microfoon het niet. En toen waren ze alweer bij het tweede nummer, want je hebt eerst zo'n introotje. Waren ze bij het tweede nummer, deed mijn microfoon het niet. En toen deed ik een soort van soundcheck tijdens het nummer. Ja, het sloeg echt nergens op en dat doe ik mezelf ook nooit meer aan. Ik heb gewoon zoiets van, maakt niet uit of je planning niet goed is of zo. Als ik geen soundcheck heb, dan kom ik gewoon niet meer. Want ik vind, je bent een artiest en je hoort wel je ding goed te doen en je hoort jezelf ook goed te kunnen horen. En je wilt toch ook gewoon op een festival willen mensen toch ook gewoon een artiest zien die goed bezig is. En niet een artiest die zichzelf niet kan horen en die maar wat doet of zo. Yeah. Dus ik voelde het een beetje onprofessioneel van de organisatie. Maar aan de andere kant ook onprofessioneel van mezelf. Want voor mezelf had ik eigenlijk beter moeten weten. Dus nu weet ik wel voor de volgende keer altijd gewoon een line check of een soundcheck. In ieder geval iets. Nou, had je toen nog met de organisatie dat besproken? Wat zeiden zij? Nou, het was gewoon de bedoeling dat we een line check zouden krijgen. Dus gewoon kijken wat het deed en zo. En daarna zouden we beginnen. Maar nu was het echt zo van, oké, en als je het podium op bent, moet je gelijk beginnen. Dus mijn band was al aan het spelen en mijn microfoon deed het niet. Het was gewoon een en al chaos. Ja, vervelend. Helaas. Ja. En sommige andere dingen, je ex in het publiek, was dat ook een echte? Ja, je hebt wel eens optredens waar dat gebeurt. Het hoeft niet per se een ex te zijn. Kijk, het kan een ex-date zijn. Het kan een ex-date zijn die je nooit hebt teruggebeld. Het kan een ex zijn. Het kan iemand zijn die je niet mag. En dat bedoelde ik meer. Of heb je ook al eens gehad dat het een ex was waar je een liedje over hebt geschreven misschien? Ja, dat heb ik ook best wel. Ja. Vertel eens, wat gebeurde toen? Er gebeurde helemaal niks. Ik deed gewoon mijn ding en ik keek er gewoon eigenlijk overheen. Maar je hebt wel in je achterhoofd van, oh shit, hij staat in het publiek. Whatever, the show must go on. Denk je dat hij ook wist dat het over hem ging? Nou, ja, weet je wat het vervelende is? Kijk, of je nou met iemand date of met iemand gaat. Alle liedjes die ik zeg maar schrijf over jongens. Ja, ieder persoon kan zich zeg maar erin inleven, zeg maar. Dus het hoeft niet per se over die persoon te gaan. Maar ik denk dat die persoon het wel zou begrijpen. Ja, die het herkent. Ja.